Dit deuntje blijft gewoon overal terugkomen, of niet dan? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie en ik, echte shape! Zoals altijd. Ik weet niet, maar ik zeg nou tegenwoordig, ik ben er weer in plaats van ik ben er weer. Maakt niet uit. In de vorige aflevering zijn we in de Overfield geweest, hebben we gebattled, hebben we schatten gevonden. Omrichting Oeilvert, hoe dat ook heet te gaan. We zijn aangekomen en we krijgen gelijk onze eerste random encounter. Leuk om een aflevering te beginnen, waarom ook niet? Het liefste zou ik eigenlijk de nieuwe equipment eigenlijk willen equippen, maar dat mogen we dus blijkbaar niet doen. En dit zijn rare vijandjes. Maar dat maakt niet uit. Gewoon aanvallen en het zal van eigen wel goed komen. Deze vijanden hebben een hoge aanval. Ik geloof niet dat ze echt veel met magische spreuken zullen aanvallen, dus het is meer fysiek. Knife. Dus ik weet niet, maar volgens mij zijn ze niet echt heel erg bedreigend. Wat eigenlijk best wel iets kunstigs is. Nou, we hebben er al eentje verslagen. Ja, het voordeel bij de Warriors is, meeste momenten hoef je eigenlijk alleen maar gewoon kruisje ingedrukt te houden en wachten tot de bel over is en achteraf ga je dan healen. We delen goede klappen overal links en rechts uit, daar zijn we alleen maar blij om. Critical 2000, nice. Maar goed, zoals we dus weten, Wilma B heeft een nieuw wapen, want die hebben wij gisteren nog gekocht. En Leroy G heeft een nieuw wapen. En Destiny heeft level up geleerd. Nou, dat is alleen maar handig. Want dan hoeven we niet meer dat item wat nodig is voor level up te equippen. Dus laten we wel eventjes langs onze equipment gaan. Angel Blast. Ja, jij hebt helemaal niks nieuws. En daar baal ik al zo sterk van. Maar wat had de groene Barret? Improves movement. Oftewel, die zorgt voor extra speed en magische evasion. Wat moet ik nemen? Dit geeft niks nieuws. We hadden een nieuwe plate gekocht. De Hero Uniform. Die leert ons distract. En daar houdt het dan weer mee op. Ik ben nog steeds autolife aan het leren. Goed, Diamond Sword. Power Break. Altijd handig. Crosshelm. Magic gaat omlaag. Strength gaat omhoog. Magic Defense gaat omhoog. Doen. Oké, we gaan jou hier nog. Oeh, wat is dat? Distract and Body Temp. Die moet je eigenlijk ook nog leren. Misschien leer je die wel van iets anders. Ability up. Dan gaat hij dubbel zo snel. We moeten jou iets goeds leren. HP plus 20%. Ik wist niet dat jij die ook kon. Hoppakee. HP plus 20% is het. En dan kunnen wij dus zeg maar hier heel veel eventjes uitzetten. Locomotion en Bright Eyes hebben we absoluut niet nodig. En wil jij een beetje onze tank. Onze defense tank. Dat is alleen maar kunstig. Hebben we nog iets anders wat jou... Nee? Oké, dan gaan we dus verder met Destiny. Spare Chains nog steeds niet geleerd. Daar baal ik een klein beetje van. Want moet je kijken hoeveel betere wapens dat we hebben. We hebben Curse. We hebben No Mercy. En we hebben Countdown en Curse. Wacht even. Curse, No Mercy, Countdown en Curse. Dus Curse kunnen we eigenlijk skippen. Dan kunnen we gelijk door naar No Mercy. Kost maar 25. Dus als we deze geleerd hebben, gelijk naar de trek. Niet voor klas heb je eigenlijk nog niet eens nodig. En Kaze Knuckles. Wow, Countdown, Curse. 75 aanval. Die hebben we in een Chocobo game gevonden. Nou, die wil ik jou eigenlijk echt geven. Je kan niet heel veel nog leren. Wat ben je hier aan het leren? Maneater en Insomniac. Counter, maar die leer je automatisch al. Gamble Defense. Wacht eens even, als ik jou twee keer Ability Up geef en jij leert dan Clear-Headed, dan gaat het twee keer zo snel, toch? Oh, wacht maar, Ability Up, die ben jij hier aan het leren. Nee, die ben jij met hem aan het leren. Stel zinloos. Leer jij maar gewoon die dan. Al dat gedoe. Nou, hier ben jij Ability Up aan het leren, oké. Wat kun jij nou leren? Luna. En, oh wacht, je hebt... Wanneer heb je die gekregen? Oh ja, dat is met 20. Een Trident. Add status darkness. Nou ja, laten we eerst Lancer leren. Gewoon bij het basics beginnen. MP aanval. Niet dat we die vaak zullen gebruiken, maar ja, je moet hem toch leren. Diamond is beter dan gold, zo te zien. Definitely. Minecraft logica's. En ja, jij mag die gold armor wel hebben voor Stonekiller te leren. Dan gaat je magie iets omhoog, maar je defense gaat omlaag. So be it. Oké, we zijn klaar met de setup. En laten we maar Oeilvert binnengaan. Sorry als we soms equipment moeten veranderen, maar equipment bij RPG's is enorm belangrijk. En dit is een hele grote deur. Dit zal wel de ingang zijn, zou je denken. Nee. Open! Er is echt geen manier om deze deur zo groot om die open te krijgen.
weet niet wat er gebeurt, maar laten we naar binnen gaan. Het is een eer om hier te zijn. Ondertussen moeten we niet vergeten dat onze vriendjes nog steeds gevangen zitten bij Kuja. Maar goed, laten we er een lolletje over maken, waarom ook niet. Dus, dit is een van de beste plekken om experience te farmen. Er zit hier namelijk een vijand die heel erg handig is om te levelen. Volgens mij komen we hem nou tegen. Yup, wij komen hem tegen toevallig. Deze vijand is vervelend. Maar, hoe heet die? Epitaph. Wat hij gaat doen, hij zal altijd een mirror aanval doen. En dan zal hij dus zeg maar een van de karakters summonen die dus zeg maar in jouw party zitten of zeg maar gevangen zitten. Dus altijd een van de acht. Het probleem is, hij killt degene die zeg maar hij doet. En dan zegt hij ook van, ik ben Leroy G. En hij zegt objection, maar ja, dat is instant death. Het 9999, dat is geen manier om daar zeg maar tegen je eigen te verdedigen. Het probleem met deze gozer. Hij kan dit drie keer doen. Dus we kunnen Leroy nou wel een Phoenix Down gaan geven. Maar op het moment dat we Leroy een Phoenix Down zullen geven, krijgen we het probleem dat hij automatisch weer gekild zou worden door de fake Leroy. Maar dit wil je dus zeg maar wel tot hij drie Leroy's uitspuugt. Omdat als jij dus zeg maar drie fake Leroy's hebt verslagen, daar krijg je allemaal experience voor. En geloof me, zo sterk zijn ze niet. Sorry voor de random klink daar. Mijn telefoon ging af. Maar goed. Even kijken. Eventjes gelijk even kijken of we hem nou kunnen killen. Ja, dan willen we die steen weer aanvallen. Mocht er geen 9 bij zitten. Oké, doe het voor de laatste keer mirror. Dus als we deze Leroy hebben verslagen, dan kunnen we onze Leroy zeg maar weer oppeppen. Waardoor dat hij ook de experience gewoon krijgt. Leugens! Deze battles zijn eigenlijk ook ideaal gewoon om ervoor te zorgen dat je eigen hield met Wilma B's White Draw. Oké, nou, Wilma B, jij mag eventjes dadelijk een Phoenix Down eventjes gebruiken. En voor de rest gaan we die steen gewoon aanvallen. Het enige wat die steen nou zeg maar gaat doen, is proberen ons te verstenen. Daarom is Jelly equippen enorm belangrijk. Maar gelukkig heeft hij hier niet de kans om dat te doen. Leroy is geheeld. Dus we hebben zo onze experience. Nou, let op. We hebben level up geëquipt. We hebben ook nog eens een keer ability up geëquipt. We krijgen 7434 experience ervan. En 2 AP, maar het gaat om die experience. Hoppakee. En je krijgt er ook nog eens een keer hele leuke items van. Nou ja, hele leuke items. Je snapt wel wat ik bedoel. Goed. Dus. Enorm fijn om hier te kunnen levelen mocht je een beetje under level zijn. We zitten nog goed met onze levels. Dus kom ik ze tegen, zal ik wel deze manier blijven doen. Maar op dit moment, ja, kom je ze tegen, dan wil je gewoon, ja, die experience gewoon hebben. Dus, ik weet niet of ze nou nog een keer tegenkomen. Nee, dat zijn weer die zwaardkastjes. Ik ben zo terug. Nou, die vriendjes, die zijn zo irritant. Maar goed, laten we eens eventjes Wilbert gaan een Rising Sun. Dat is gewoon één ding die we één keer kunnen gooien en het is weg. Random encounters krijgen we hier echt ontiegelijk veel. Dit wordt veel knip- en plakwerk. Nou ja, maakt niet uit. Goed, laten we eerst even kijken wat... volgens mij moesten we eerst hier naartoe, weet ik niet zeker. Kijk eens wie het heeft overleefd, jongens! Hallo, Silskin! Een Hypixer, een Emerald en een Elixir. Natuurlijk! Ik bedoel, ik heb Elixir nog niet echt veel gebruikt, maar... geloof me, die gaan we ergens voor gebruiken. Nou, graag gedaan, jongen. Hoe gaat het verder met jou? Er is iets mis met Mognet. Ja, heel erg belangrijk. Wil jij misschien een broer... Ik heb een brief voor jou van die gast van het begin, dus... ik heb nog helemaal geen brief gekregen. Wat gebeurt er? Hemel, zou je naar het central willen gaan van Mognet om daar even een klacht in te dienen? Ik ben er heel boos over. Mimosa is eng wanneer dat ze boos wordt. Ja, ik weet ook niet waar dat het is, dus... maar goed. Wil jij nog een briefje ergens naartoe sturen? Je hebt net een brief gehad, zeur niet. We hebben geen tent nodig. Dus op zich zitten we wel goed. Maar deze Mogol wordt heel erg belangrijk. Op het moment dat je die Mogol ziet, onthoud waar dit zit. Oké, we hebben een trouble status gekregen. Nou, niks wat eigenlijk... wat was dat weer? Annoyment. Mooi. En Wilma B. die heeft ontiegelijk veel geleerd. Dus moeten we weer heel eventjes door eventjes de equipment heen. Lancer is geleerd, dus we kunnen het nieuwe Trident eventjes erbij pakken. Hartstikke handig. En volgens mij heeft zij niks meer nieuws dat ze kan leren hiervan. Gold Armor, nope. Nou, ze is counter nog steeds aan het leren, dus ja, laten we dat maar gewoon zo houden. Leroy, had jij ook nog wat geleerd?
Lijkt me sterk. Nee. Ja, daar valt er bij jou niks meer te leren, spare change. Oké, dus ja, we hebben niet echt veel nieuwe items waarvan we kunnen zeggen van zo, die moet je gaan leren. Maar, laten we eens even gaan kijken. Wat hebben we hier? Gaia Gear. Is er iets nieuws? Hadden we die al? Volgens mij heb ik die geëquipt. You doing for... Gaia Gear. Nee, die hadden we al. Oké, never mind. Yep. Oh, wacht eens eventjes. Ability. Ability points. Ja. Ik weet niet of er iemand hier is die stop kan doen, maar toch voor de zekerheid. Oké, kunnen wij hier inlopen? Ja, en een random encounter tegenkomen. Waarom ook niet? Fijn, ik moet tegen mezelf vechten. Nou, de levels die regenen gewoon binnen. Maar ik dacht dat hier iets zou gebeuren, maar blijkbaar is het nog niet. Wat is het voor een raar platform ding? Er is een raar patroon op de vloer. Heel erg interessant. Maar goed, hier moeten we later iets doen. Nou, nog niet. Mijn excuses, ik loop verkeerd. Denk ik. Kunnen we hierop? Nee, kunnen we er niks mee. Flame! Waarschijnlijk moeten we het een en ander activeren hier of zo. Ik weet niet. Het is nogal een rare plek. En we moeten hier een of andere steen vinden voor een of andere maloot genaamd Kuta. Eigenlijk best wel grappig, maar ik dacht altijd dat je het uitsprak als Kutja. Maar dat vond ik eigenlijk een beetje te grof. Oh, dan loop ik weer naar buiten toe. Dat is wel helemaal niet de bedoeling. Dat vond ik een beetje grof taal gebruikt, dus daarom heb ik gewoon gezegd Kuja. Een beetje met de koe. Ik weet ook niet waarom. Kijk me niet aan. Oké, we hebben hier. Nieuw kistje. Hallo. Kan ik jou openen? Shield armor. Dat is volgens mij iets voor Leroy. Ja. Defense gaat wel flink omlaag. Je leert distract. En... laten we het gewoon equippen, want je leert dan iets. Leer ook eens een keer wat. Oké, wat kunnen we hier vinden? Dit is een rare kamer. Oh, wat is dit? Een rare bal. Hallo. Niks. Nee, klopt. We moeten eerst nog iets doen. Maar ik ben vergeten wat. Er is namelijk een kamer wat alles gaat activeren. Maar ik weet niet meer precies waar dat die kamer is. En die ben ik aan het zoeken. En dit is mijn vijand. Hoe kijk nou toch eens? Een nieuwe vijand, denk ik. Een of andere vogelbeest. En ja, ik heb in de vorige heb ik nogal flink veel schade genomen. Zo, dat was niet echt effectief tegen mij. Laten we Peridot gebruiken. Weet ik zeker dat ik full health ben. En gewoon volledig aanvallen. Hoeveel hield dat mij? 2924. Nou, daar doe ik het wel mee. Zoals ik al zei, healen, dat wil je hier echt doen met summon kristallen. Zorg er wel voor dat je degene gebruikt waar je er veel van hebt. Des te meer dat het namelijk hield. En... wow. Dat deed eigenlijk best wel veel schade. En zo te zien is Leroy G in trance. Maar volgens mij is dat best wel doof. Want ik zie alles knipperen. Weer een trance door een counter. Helemaal totaal vernietigd, verpeuterd en weet ik het allemaal nog meer. Daar ben je niet vrolijk van. Autolife spare change. Hey, hij heeft spare change geleerd, jongens. Destiny Sin, die gaat naar Ponen. Tenminste, dat hoop ik wel. Nee, Destiny Sin... curse die kon jij hierbij leren. Laten we met deze gewoon beginnen. Gewoon de Dragon Claws. Ik bedoel, nee, niet optimizen. Dragon Claws. Toch? Daar leer jij clear-headed mee, maar je was iets anders aan het leren namelijk. Of heb je die nou net... Ja, ability heb jij nou klaar, maar... Wat is jij hier aan het leren dan? Om te leren sowieso. Oké, dan pak je die groen, hè. Maakt mij niet uit. Ik heb vroeger ook op optimize gedrukt. Dus dan moet ik even goed kijken van... Ja, return magic was jij aan het leren. Die moet jij wel blijven leren. Stompop. Stompop. Oké, waar hebben we hier? Jij was auto-haste aan het leren volgens mij. Ja. Wel alles laten staan zoals dat is, hè. Return magic weer aan. Want dat is de enige magische manier om hier aan te vallen. En voor de rest... Gaan we even teruglopen, want hier moeten we nog niet zijn. Ik zit eventjes te denken, maar als het die gele deur niet is en die blauwe deur, die zit nog dicht volgens mij. Nee. Volgens mij moest ik die bal daarboven eerst hebben. Maar dat weet ik niet zeker meer, ik weet het niet meer. Het is lang geleden.
Aangeleerd dat jij maar autofloat, joh, als jou dat blij maakt. Ja, autolife hebben we ondertussen al geleerd, dus vandaag. Ja, en bij die vorige is Wilma Pieter neergevallen, dus laten we daar maar ook eventjes gelijk sorry tot zij weer geheeld wordt. En laten we eens even kijken wat hier beneden te halen is dan. Want volgens mij moeten we eens naar die bal toe, maar dat weet ik niet meer zeker. Moet er weer iets mee? Het lijkt wel op iets, maar het reageert helemaal nergens op. Misschien is er een schakelaar ergens. Ja, daar zijn we naar aan het zoeken. En een power vest. Leuk. Misschien kunnen we hier... Oeh, hier ligt ook nog iets. Feather boots. Die heb ik net toevallig geëquipt, omdat... Ja, kan dat leren. Laten we het maar doen dan. Dit is volgens mij die ene route waar we dat we net liepen. Dit gaat dus helemaal nergens naartoe. Ik loop rondjes, jongens. Dit is vervelend. Waar zit nou die... Ik moet naar die bal toe. Er was een bal, die moest ik veranderen van kleur en dan was het goed. Tenminste, dat... Zover ik me kan herinneren. Die bal daarboven, denk ik. Dus, En het grootste... Oeh, hallo. Waarom heb ik jou over het hoofd gezien? Diamond Sword. Wauw, is dat beter? Die heb jij alleen. Die had ik dus niet hoeven te kopen. Nou, nah, maakt niet uit. Zo te zien moet je dan van bovenaf komen. Kijk, hier is... Hierin. En? Toen was hij rood. En we hebben een gratis elixir gewonnen. Oké, dus ik denk nou tot alles geactiveerd is. Tot we dus nou zeg maar richting die dingen kunnen. Dus nou moeten we wel hier deze kamer in. En als ik me niet vergis... Gebeurt er nou iets? Mooi. We komen ergens. Is dit een planeet? Hé, hey, wat is er nou net... Wat is dat schrijfwerk wat er net is verschenen? Moeder? Terra? Ik snap er niks van. Zepi, kun jij dit echt lezen? Het is niet dat ik het kan lezen. Het is meer dat die woorden me aanspreken. Ik weet nog niet eens waarom. Nou, dat is apart. Iets over moeder en iets over Terra. Als in terabyte. Nou, als ik me niet vergis, kunnen we nou deze dingen dus gewoon aanzetten. Nee, niks nog. Ja, want deze moet je namelijk in een juiste volgorde activeren. Dit is hem ook nog niet. Er zaten nog twee andere, die zaten aan de bovenkant. Dus volgens mij moet je dan eerst die twee bovenste hebben. Met een random encounter. Nou, we leren hier ondertussen van alles, want Wilma P. die heeft eindelijk counter geleerd. Dus die kan hier iets nieuws equippen. Waar is daar? High tide zeker. Nee, body temp. Ah, die ken ik eigenlijk nog wel ergens anders van leren. Heel Aquaracy Plus. We hebben nog meer. Auto Float. Auto Potion. Oeh, chemist is eigenlijk best wel... chemist, of hoe deze toch uit geld. Is eigenlijk best wel handig hier. Hoeveel kost dat? 4. Nou, clear headed hebben we niet meer nodig. Denk ik. Maar. Clear headed. Antibody. Ik ga voor antibody uit en die aan. Dit zorgt er namelijk voor dat potions namelijk verdubbeld worden. Waardoor dat als wij in battle zijn. De potions meer schade kunnen doen. En dat is zeker. Dat is, of ja, meer schade kunnen doen. Meer kunnen healen. Die doen dan een dubbele. Dus dat is wel handig. Oké, kan deze. Ah, deze doet het. Een oud schip. Het oudste van de geschiedenis. Oké. Ik wist wel dat ik het had moeten doen in de juiste orde. Nou, dat is handig. Maar wat is dat voor ding? Is dat het schip dan of zo? Holografisch, leuk. Het schip van oorlog. We bouwen het schip. Technologie is nogal preventief, oftewel oud. Leuk voor je. Oké, kunnen we nou deze doen? Gevechtsschip. Invincible prototype. Prototype is gefaald. Waar gaat het over? Random encounters waarschijnlijk. Echt door die vijand de hele tijd tegen te komen gaan de levels echt super hard omhoog. Daar ben ik wel blij om. Oké. Het eerste gevechtsschip Invincible. Ben je verbeterde versie? Gebruiken we op dit moment. Oké, dat is heel interessant allemaal. Maar wat heeft het te doen met alles? Oh, wacht. Nee, we moeten terug naar boven. Oh, we moeten even die ladder op naar boven toe. Nou hebben we deze allemaal geactiveerd.
Dus waarschijnlijk kunnen we nou die bal activeren. Die bal, zeg maar, die hier in het midden van de laserkamer staat. Ik weet niet, ik vind het een soort van laserkamer, joh. Spijt me. Oh, hij shined. Wat zit hier? Niks? Oké. Okay. Hè? Huh? Het is weg. Wat was dat? Oh. Het beginnen van een dorp. Of stad. Hmm. En nou is het weer weg. Is dat ding kapot of zo? Werkt hij op verkeerde batterij? Oh. Hmm. Mooie foto's. Eerst was de stad blij. En werd het opgebloemd. Ja, mooi. Daarna begon het te vergaan. Op zijn hoogtepunt, stad, steden, over Terra. Maar wij... Huh? Dan begon weer de afbreking. Ik word geïrriteerd door een vlieg! Ik snap er geen kloot van. Ja, dus wat betekent dit allemaal? Nou, in ieder geval, ze hebben het over Terra. Wat Terra is, weet ik niet, maar ze hebben het over tot Terra heel veel steden had en alles. En oeh. Sorry, ik zie eventjes ability upgrades. Ja, Jelly is heel erg belangrijk en je hebt er nou 4. Wacht, heeft deze een ad status? Nee. Dus ad status mag uit. Dan heb ik er maar 7. Je moet er nog eentje hebben, jongen. Je moet er nog eentje hebben. Ability. Wilma B, wat kun jij nog erbij pakken? Ja, doe maar weer eventjes die erbij pakken. Waarom ook niet? En voor jou wil ik... Jo. Geen stop. Goed. Dus we hebben nou gezien over Terra een heleboel informatie. Maar wat betekent het allemaal? Hé, nou gaat die deur open. Logica's. Wat is dit voor plek? Wat een rare kamer. Buh. Ben je vriend of vijand? Wacht, het zegt iets. Bezoekers, klim op de steen. Nou, dat kon ik ook wel verstaan. Ik denk dat het rechts spreekt naar onze gedachten toe. Nou, laten we op die steen gaan staan. Ik bedoel, serieus, het is een random steen op de muur. Laten we er maar naar luisteren, waarom ook niet? Best wel creepy. Bezoekers, luister goed. Dit is een opslag van onze bevolking. Dat het naar buiten ging was niet onze schuld. Alle mensen en zielen zijn gestorven. Het vergaan van Terra heeft het allemaal veroorzaakt. We moesten de vernietiging stoppen en we hebben heel veel methodes gehad. Nou, dat is heel erg spannend. Het beste wat we konden doen was de bevolking van Terra samen plaatsen. En we konden maar één ding doen. En dat was namelijk... op het grootste continent van onze planeet. Maar helaas is het gefaald. Het was later ontdekt. Tot het niet goed ging. En er waren een paar mensen die waren geselecteerd. Subjects, weet ik veel. Moeilijke tekst. Nadat we heel veel opofferingen hebben gehad... dachten we tot we het konden halen... Flora en fauna was revived, oftewel alles was hersteld. Maar het was nog altijd, tot het fout kon gaan. De uiteindelijke resultaten zijn we nog steeds aan het doorzoeken. Tot onze glorieuze geschiedenis niet met ons zou sterven, zijn we geproduceerd, gemaakt. Iets in die trend. Weet ik veel. Waar gaat het over? JP, wat betekent dit allemaal? Ik wil het ook weten, maar onze vrienden zijn in gevaar. Dus we hebben hier geen les. Dus laten we hun eerst even gaan redden. Misschien komen we hier nog wel terug. Ik weet het niet.
Maar jeetje, wat een tekst en uitleg, daar zitten we niet op te wachten. Maar goed, we zitten alweer 25 minuten in deze aflevering. Dus, ja, ik zei het nou een keer goed, wat een verrassing. Dus wil ik het eigenlijk laten bij deze aflevering. Morgen gaan we verder dus onderzoeken hier in Oilford. Hopelijk vinden we de steen, hopelijk kunnen we dan eindelijk onze vrienden gaan redden. Wie weet, we zien het morgen. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien met de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!